leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik kom echt net terug van de TK Maxx. Waarschijnlijk is dat mijn vorige video geweest dat ik daar ging shoppen. Maar ik kom er dus net van terug. En ik heb echt bizar veel gekocht. Oeh, ik heb 2 tassen vol. Dus vandaag heb ik een TK Maxx shoplog voor jullie. Eigenlijk een beetje herfst Halloween-achtig. Want dat is het enige wat ik voornamelijk eigenlijk heb gekocht. Niks anders. Alleen maar echt herfst en Halloween. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht bij de TK Maxx? Blijf dan zeker even kijken. En mocht je dus de vorige video hebben gezien dat ik naar de TK Maxx ging shoppen. Dit is dus wat ik uiteindelijk daar heb meegenomen. Of daarvan heb meegenomen. Ben je dus benieuwd wat er nu op dit moment bij de TK Maxx te koop is? Dus in september ongeveer. Check dan die video. In die video neem ik jullie namelijk door de hele winkel mee. En laat ik zien wat er op dit moment in het assortiment ligt. Je moet er snel bij zijn, want op is op. En er liggen altijd maar een paar stuks op voorraad. En het assortiment verandert echt super snel. Maar dat maakt het eigenlijk ook wel weer leuk. En TK Maxx is echt by far mijn favoriete seizoenswinkel. Qua herfst en Halloween vooral, daar kun je echt zoveel vinden. En ik ben er echt gek op. Met kerst is het trouwens ook echt super leuk, maar vooral herfst. Oh, die geurkaarsen echt. Oké, doe even een duimpje omhoog als jij ook helemaal zin hebt in de herfst en Halloween. Ik in ieder geval wel. Vooral toen ik er liep dacht ik echt, ja, voor mij mag het echt Halloween, herfst, alles. Kom maar. Goed, ik begin wel met de eerste tas. Ik heb dus 2 tassen vol gekocht. En dit jaar ga ik dus voor het eerst een Halloween feest geven. En ik heb er zoveel zin in, dus ik kom daarvoor ook een beetje kijken. Nou heb ik daarvan al heel wat besteld, ook op AliExpress en op Shein. Maar ik heb ook nog wat van de TK Maxx meegenomen, dus dat pak ik wel eens eerst. Ik heb als allereerst dus deze wegwerpborden gekocht. Ik vond allereerst het printje echt geweldig. Dit is zo schattig Halloween. Deze borden, er zitten er dan 10 in en dit zijn gewoon van die wegwerpborden. Maar hier kan ik dan gewoon snacks op leggen of whatever, snoepjes. In ieder geval voor het feestje. En ik vond het gewoon echt heel erg schattig. Nu ben ik, zeg maar Halloween, dat vier ik dus ook. En elk jaar maak ik ook een make-up tutorial. Ik heb er, of make-up tutorial, dat klinkt zo van dat ik daar heel goed in ben. Maar ik vind het gewoon leuk om een beetje te prutsen met make-up ook. En nu heb ik dus al 2 jaar op een rij gedaan. En heel vaak heb ik dat dus gedaan zonder dat ik daarna een feestje had. Dus ik deed het gewoon letterlijk voor de fun. En daarna haalde ik de hele look weg. Maar dit jaar ga ik dus eindelijk echt een mega groot Halloween feest geven. Dus ik heb er echt zo ontzettend veel zin in. Maar ja, ik hou dus echt van die schattige Halloween dingen. Voor mij hoeft het niet te luguber en eng. Maar gewoon van die schattige dingetjes vind ik eigenlijk wel echt heel erg leuk. En vooral pompoenen. Dus nou, heel lang verhaal over wegwerpborden. Deze. En dan heb je de 10 voor 3 euro. Oké, dan misschien wel mijn echt favoriete item van de hele shoplog. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik alles leuk. Maar ik zag dit en ik dacht, ja, meenemen. Er waren er 3, dus volgens mij. Dus ik heb er gewoon gelijk 1 meegenomen. Dit is een witte kaars. Maar even, hoe mooi is deze pot alleen al? Met een gouden stronk. Nou, die doe je dan open en dan zit hier de kaars in met 2 lonten. De geur is dus White Pumpkin en dat is echt heel erg lekker. Gewoon wat zoeter. Maar echt, hoe leuk is het als je hem gewoon ook hebt opgebrand en dan überhaupt gewoon een spotje. Is toch leuk? Ja, ik vind het helemaal leuk. Deze kost 11 euro. Hier ben ik echt helemaal weg van. Dan het volgende en dat is niet per se Halloween of zo, maar vooral herfst. Dit jaar wil ik een soort een etagère met herfstdingetjes doen. En dan van allerlei soorten ja, deco erop zetten. En toen zag ik deze en toen dacht ik, oh, dit kan wel op die etagère. Dit zijn namelijk eikels. Eikels met gouden details en oranje, maar niet te heftig oranje. Je had ze ook nog echt in het fel oranje, maar dat vind ik dan iets te heftig voor in mijn kamer. Deze waren eigenlijk echt perfect, dus dan heb je 2 best wel grote eikels om mee te decoreren. En deze zijn 7 euro, dus wel iets aan de prijzige kant. 3,50 euro per eikel eigenlijk. Maar ja, ik had het voor over, want ik vond ze heel erg schattig. Dus dat zijn deze. Dan heb ik niet alleen geurkaarsen gekocht. Ik heb er nog meer gekocht. Dus ik moest me inhouden, maar zo lastig. Ik heb ook dit gekocht. Want toen ik dit zag, dacht ik echt, ja, leuk. Moet ik meenemen. Dit was 9 euro en dit zijn van die geurstokjes. In de geur Pumpkin Cinnamon. Van Harvest, nog wat. Maar echt, deze lijkt me zo erg lekker. Ik vond alleen al de verpakking heel erg mooi. En het is dus in een marmer flaconnetje. Dus dat
vind ik echt wel heel erg mooi. Een beetje donker, massief hout en dan marmer. Dus dit zijn echt hele mooie geurstokken. En ze zijn ook echt heel erg groot, vind ik. Dus die waren 9 euro en ik ben heel erg benieuwd naar deze geur. En ik zag dus, en dit is precies hetzelfde marmer. Dus hoe leuk is dit ook als setje. Maar dit is dus het volgende wat ik heb meegenomen. Weer een pompoen vormpje. Maar dan in het marmer. En hier kun je dus gewoon theelichtje in doen. Een kaarsje. En dat vond ik zelf wel echt een heel erg leuk detail. En dan gaat hier gewoon ja, dat licht er doorheen. Hier zitten dus dan ook nog 6 ja, kaarsjes bij. Dus je koopt en dit en die kaarsjes gewoon als set. En dit was ook, wat was dit? 9 euro, ja. Maar ik vond dit echt heel erg leuk als setje. Dus ik kon het niet laten. Ik was verkocht. Oké, dan iets waar ik echt om ging gillen bijna toen ik het zag. Ik volg dus heel erg veel Amerikaanse YouTubers. En ik zag dus dit ook bij hun voorbij komen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, dat wil ik ook. Maar dat hebben ze vast niet in Nederland. En toen was ik dus vandaag bij de TK Maxx. En ik zag het en ik was echt obsessed. Dit was de allerlaatste, dus ik moest hem natuurlijk gelijk meenemen. Ja, ik vind het echt te aandoenlijk. Dit is een zout- en peperstijl in pompoenvorm. Hoe leuk is dit om gewoon neer te zetten en natuurlijk ook te gebruiken. Het is gewoon wit met een gouden stronk, allebei. Nou, ik vond dit echt veel te schattig. Zou ik hem eens even uithalen? Natuurlijk om ook te gebruiken, maar het is ook schattig als je zo'n plank hebt in je keuken om daar dan dit zo op te zetten of zo, gelijk als decoratie. Zoals ik zei ben ik wel fan van de wat neutralere dingen van de herfst en Halloween dingetjes. Dus dit is echt top. Dit is het eigenlijk wel een pompoen of is het een peer? Of een langwerpige pompoen? Ik weet het eigenlijk niet, maar het is leuk. Dan heb je deze variant. Echt super leuk. En dan dus deze. Dit is toch veel te schattig. Dit als setje. Ja, ik wil hem niet laten. Ik heb meegenomen. Even kijken. Die waren 6 euro gewoon in dat setje. Dan het laatste uit deze zak. En dat is deze mok. Ja, echt voor elk seizoen moet ik een mok hebben. En nu heb ik al meerdere mokken voor de kerst. Ook voor de herfst. Maar ik had nog helemaal geen mok voor Halloween. En toen zag ik dus deze. En toen dacht ik, ja, deze is eigenlijk echt top. Die is niet te hysterisch, niet te heftig, maar gewoon neutraal. En toch een touch of Halloween. Namelijk het skeletje maakt het Halloween. Dus ja, ik vond deze eigenlijk echt perfect. Het formaat is perfect. Ik kan hier echt lekker veel thee uitdrinken of chocomelk of koffie. Kan allemaal. Maar dit is de mok. Hier heeft hij dan een beetje een ja, neutrale kleur, een nude kleurtje. En dan een beetje gespikkeld wit. Met dus een skelet. Ik vond hem heel erg leuk. Dus dat is deze mok. En die heb ik voor 6 euro meegenomen. Dus nu heb ik ook eindelijk een Halloween mok. Om lekker Halloween films te kijken. En een lekkere pumpkin spice latte of zo hier uit te drinken. Heerlijk. Door naar de volgende tas. Ja, waarschijnlijk denk je echt. Ja, ik zie het niet. Maar ik zie het wel een beetje. Je moet alleen wat ja, verbeelding erbij gebruiken. Ik heb namelijk deze pasta meegenomen. En ik vond dit dus een beetje op pompoentjes lijken. Pompoentjes? Pompoenen. Maakt ook niet uit. Ik was helemaal verkocht. Dit, hoe leuk. Als je gewoon een cozy avondje gaat inlassen. Misschien wel zo'n Halloween avondje. Dat je dus Halloween films gaat kijken. Of gewoon herfstseries of whatever. Girl More Girls. En dan een lekkere herfstige pasta gaat maken. Die op pompoenen lijken. Ja. Ik vond dit geweldig. Het komt uit Italië, staat hier. Het ziet er lekker uit. Het is kleurrijk. Ik vond het helemaal een herfstgerecht. Ik moest het meenemen. Ja, dat is over pasta. 3,80 euro. Ja, ik ben Floor en ik koop pompoenvormige pasta. Misschien is dit ook wel een van mijn favorieten. Eigenlijk vind ik alles een favoriet. Ik ben echt... Ik vond dit denk ik de allerleukste keer shoppen bij TK Maxx ooit. Ik zag dus heel veel Ray Dunn. En dat zei ik ook in de Shop With Me. Ze hadden echt een heel assortiment van Ray Dunn kaarsen. En Ray Dunn kaarsen zijn echt super populair in Amerika. En dat kun je namelijk herkennen aan vooral deze tekst. Deze typografie op kaars, op mokken. Daar hebben ze eigenlijk van alles van. En ik zag dus deze kaars. En ik ging ruiken. Dit is herfst in een bot. In een kaars. Heerlijk. De kaars zelf is ook oranje. Hij is wel heel heftig. Maar ik vind dit echt geweldig. Eigenlijk wil ik het gewoon de hele herfst- en Halloween collectie van Ray Dunn. Maar Ray Dunn is dus best wel prijzig. Deze is bijvoorbeeld 20 euro.
Maar ik dacht, weet je, als je de kaars dan hebt opgebrand, heb je echt een geweldige pot. Voorraadpot, whatever. Je kan je van alles in doen. En dit pompoentje erop vind ik ook echt een detail wat ik echt heel schattig vind. Ik heb dan een kaars gekozen met Trick or Treat, omdat ik deze geur het allerlekste vond. Eigenlijk hoort dit zo aan de voorkant. Met die Evil Pumpkin. Maar ik vond hem zo wat leuker. Hij is ook echt mega groot trouwens. Ik ben echt helemaal obsessed. Ik vond die Halloween kaars van Ray Dunn, en vooral die Hocus Pocus, echt geweldig. En ook die spook. Maar ik vond ze niet zo lekker ruiken. Dus ik dacht, ga ik dan voor 20 euro een kaars kopen die ik niet lekker vind ruiken. Maar puur doe voor de pot. Ja, ik had het bijna gedaan. Maar ik heb het dus niet gedaan. Dus dit is mijn kaars van Ray Dunn voor dit jaar. Weer mijn favoriet wou ik zeggen, maar dat is niet waar. Alles is mijn favoriet. Maar toen ik dit zag, ging ik wel echt bijna gillen. Dit was de enige. Was niks meer hiervan te koop of zo. Ik zag deze, ja, schaal, kom, whatever. Ik vond hem echt prachtig. Je kunt je stokbrood in doen, je kunt van alles in doen met een cozy filmavondje of zo. Of gewoon met een feestje. Of gewoon zo neer te zetten op een plank bij je keuken dus. Helemaal leuk. Maar kijk, deze details. Dit is echt prachtig. Kijk nou. Deze pompoenen zo en die herfstblaadjes. Het is ook echt een mega schaal. Dit is toch mooi. En die spikkels zo. Ja, ik was helemaal verkocht. Ik dacht, deze moet ik meenemen. En deze was 13 euro. En dat vond ik eigenlijk nog best meevallen. Dus ik heb deze schaal meegenomen. En ik ben er echt helemaal verliefd op. Dat waren eigenlijk alle items die ik dit keer bij de TK Maxx heb gekocht. Ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Je moet er echt even heen gaan. En ga vooral een paar keer in de week of gewoon wekelijks. Want het assortiment verandert echt super snel. En elke keer ligt er weer wat nieuws. Laat even in de comments weten wat jouw favoriete item is uit deze shoplog. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En doe dus een duimpje omhoog als jij zin hebt in de herfst- en Halloween content van dit jaar. Ik wel, ik ben helemaal ready. De meid is helemaal ready. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!